Ja, hoe reageer je daarop dan? Of een vieze foto ontvangt? Ik doe meestal gewoon zo'n foto en dan maak ik zo'n foto van kiefes met jou en zo. Hey, ik ben Osima en tof dat je weer kijkt naar de nieuwe aflevering van In de Telefoon Kijken Van. En vandaag heb ik wel een hele toffe gast. Dankjewel. Als je haar nog niet kent, ja, check dan dit. Ik doe het gewoon nu even alsof dit het kettingslot was. Ik weet nog dat ik hierin stond en dat ik echt gewoon helemaal gechoqueerd was. I like this. En hij heeft daar nog een keer in mijn borst geknepen en is daarna weggezwommen. Hey. Super tof dat je er bent. Dankjewel. Een beetje licht gespannen of hoe zit het daarmee? Ja, een klein beetje misschien, maar ik denk niet dat ik iets heel ergs of zo op mijn telefoon heb. Waar ben je het meest bang voor? Misschien gesprekken. Ja? Ja. Ben je wel een roddelaar? Soms, ja, met bepaalde mensen wel eigenlijk. Waar gaat het over? Waar gaan die gesprekken dan over? Ja, eigenlijk vooral over andere mensen. Dan praten we gewoon van, what the fuck had die aan of zo, je toch? Dus er zou iets geëxposed kunnen worden, als ik het zo hoor. Ja. Ik denk dat het tijd is om mijn telefoon te overhandigen. Daar gaan we. Voor welke app ben jij het meest gespannen? Tinder. Ja. Vertel, waarom heb je Tinder op je telefoon? Oké, kijk, het begon eigenlijk vooral om video's te maken. Ja? En toen zag ik dat mijn nicht het ook had en zo. Toen had ik het verwijderd en toen had ik het later weer gedownload. En toen ging ik een keertje gewoon serieus erop. En nu, volgens mij staan er nu wel serieuze dingen op. Tot zover. Kaylee, je bent de eerste persoon die naast heeft gezeten en die dus Tinder op haar telefoon heeft. Van artiesten en influencers. Oh, ik zeg, Tinder, let's go! Want je bent op zoek naar liefde? Of, nee, dat niet eens. Het was gewoon voor de grap gewoon te kijken en zo. Maar soms zie je wel gewoon een knap iemand ertussen staat, dan swipe je gewoon even. Weet je wat ik ga doen? Ik ga toch wel even kijken. Okay. Naar hoeveel gesprekken. Oh, je hebt wel wat gesprekjes, zeg maar, lopen toch? Ja, ja, girl. Ik zie al wat gesprekjes. Waar let jij op? Wat voor types zijn het, jongens? Ik denk vooral licht getinte. Licht getinte, daar let je op. Ja. Je bent wel opdreven, hé. Ik zie hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 gesprekjes op Tinder heb je lopen. Ik heb het volgens mij pas vorige week gedownload. Kanye zegt, dus het was een match en hij stuurt, I really like your style, especially since we both can get hair masks and do cut as shit. En hij zegt, thank you so much, I like yours too. Dus je bent rustig. Ja. Maar ik vind het wel een andere soort openingszin dan, hey, alles goed. Ja, toch? Wat voor date is het uiteindelijk geworden met Kanye? We gingen zeg maar naar een speelhal en daar gingen we gewoon spelletjes spelen en zo. Maar het was wel gewoon, dat is gewoon gezellig en zo. Oké, dus dan kan het uiteindelijk iets worden? Een soort van uiteindelijk een serieus... Tot nu toe zie ik hem meer gewoon als een vriend, eerlijk gezegd. Want ik kan wel echt met hem lachen, maar ik zie hem niet meer dan een vriend, ja. Kanye, next. Swipe. Oké, okay, hem had ik toegevoegd op Snap. Ja. En hem ook. En hij heeft me laatst gevraagd van, hoezo was je bij Funix? Ben je beroemd of zo? En ik denk van, nee, zo. Je hoeft me niet op te zoeken op YouTube en zo. Oh, dus hij wist het echt niet. Ja. Oh, serieus? Deze wist het echt niet. Ja, wat vind je daarvan? Als mensen mij herkennen? Ja. Nou, als ze juist niet weten wie je bent. Oh, dat vind ik juist beter. Dat vind ik juist chill. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon chill als mensen me niet kennen. En dan gewoon met me praten alsof ik gewoon normaal. Dan gaan we door dus naar Instagram. Ja. Kelly, je zit op dit moment op bijna 50.000 volgers op Instagram. Ja. Je volgt redelijk 372 mensen. Als iets voorbij komt van jou, wat dan viral gaat, dan zijn het vaak de beefs, zeg maar. Je staat best wel bij mij bekend om de beefs. Ja. Ik kom jou tegelijk opzoeken. Ik kan je klappen geven. Ik weet niet hoor. Ai, kom. Kom nu naar Amsterdam. Ik zweer. Kom nu naar Amsterdam Centraal, ik kom daar. Je bent 12, ik hoek je. Heb je dat gezien? Ik heb het zeker gezien. Nee, het is echt niet de bedoeling, maar mensen moeten gewoon geen grote bek hebben tegen mij. Ik kan er echt niet tegen. Ik ga even richting jouw DM. Lees je alles hier over DM's? Nee. Oké, ik ga nu gewoon random even openen. Even kijken, een van de laatste die je hebt ontvangen. Nee. Oh, oké. Even kijken, komt iemand zijn kind uit mijn DM halen? Meneer is 11. Ja, dit is een voorbeeld van dat je dus mensen ook gaat exposen gewoon hier. Hè? Nog met de naam erbij. Naam erbij, alles. Je praatte vandaag wel stoer, hè? En dan schelde een meisje. Ja. Als ik met mijn fietsen pas op, dan moet je gewoon op. En dan KK, kleine K-meisje. Ik zweer, doe nog eens een keer stoer. Pak eens, ga je kieren. En dan, oké. Okay. Ik liep gewoon op de stoep. En ik was toen onderweg toevallig naar Phoenix. En op een gegeven moment fietste de jongen dus achter me aan. En dan ging hij te tringen. En ik zeg van, dit is gewoon een voetpad.
werd hij dus boos. Zegt hij van, nee, ik mag hier fietsen. Ik mag dit, ik mag dat en zo. Ik zeg van, nee, dit is gewoon een voetpad. Kwamen er nog twee vrienden van hem, ook achter me aan fietsen. En die gingen ook naar hem toe. Gingen ze, denk ik, over me praten. En toen wist hij opeens mijn naam van, hey, jij bent Kelly Butt. Je bent een dit, je bent een dat. Ging hij me gewoon helemaal uitschelden. Oh nee, dat meen je niet. Stond ik bij de tram. En toen gingen ze vanuit een lange afstand, denk 20 meter, gingen ze me uitschelden. Maar... waarom denk je dat jij vaker in dit soort situaties bevindt? Ik denk omdat ik er van dingen van zeg. Omdat als ik iets niet tof vind, dan zeg ik het gewoon. En dan escaleert het, zeg maar. Ja. Ik vind het echt opvallend bij jou. Het is echt een opvallend dingetje. Dat vooral. En dan ga ik eventjes naar de volgende. Je hebt ook veel chance in de DM. Reageer je daar dan wel eens op? Of verwijs je iedereen door naar Tinder? Ik reageer niet heel veel op DM, heel eerlijk gezegd. Nee? Ik probeer het soms wel. Daar heb ik gewoon een avondje dat ik echt veel op mensen reageer. Ja, maar ik doe het gewoon heel vaak niet. En dat is eigenlijk best wel slecht. Dat was Instagram. Ik denk dat het tijd is voor Snapchat. Ja, hier voel je wel iets? Ja, ja, misschien, I don't know. Ja? Laten we het maar gewoon doen. Waarom toch bij Snapchat dat het toch wel een beetje gaat kriebelen? Omdat, kijk, ik heb wel eens een dag gehad dat ik het open had. Dus iedereen kon me berichten. Ja. En dan kreeg ik zoveel dickpics. Ik ben bang dat die... dat er nog ergens hier en daar nog echt... Ja, maar ja, sorry, je moet je maar niet sturen. Je hebt echt en toevallig sla ik alles op. Wat ik zeg. Ja, echt? Ja. Echt? Zo iemand ben ik. Ja, hoe reageer je daarop dan? Of een vieze foto ontvangt? Ik doe meestal gewoon zo'n foto en dan maak ik zo een foto van kiefes met jou en zo. Van, what the fuck is je probleem, snap je? Maar ik maak er een soort van grapje van en denkt hij van, huh? Ja, want... ik had een andere reactie verwacht. Ik zie hier Kelvin staan. Is dat dezelfde Kelvin van Tinder? Ja. Oh god. Ik zie al wat hard eyes, there's some things going on. Oh, hier zegt hij het, je bent famous. Nee joh, dat is precies wat je zei. Je komt niet zomaar bij Phonix hoor. Jij zo facts. En toen moest hij eigenlijk dus zijn eigen ding. Hij ziet denk ik wel wat zitten toch? Ja, kijk ik vind hem een beetje een catfish. Ja echt? Ja kijk, op Tinder was hij best wel knap en zo. Maar nu ik hem op Snapchat heb, denk ik echt van... Weet hij het wel? Weet hij het al wel of niet? Nee, oh mijn god, niet. Kelvin, ik hoop niet dat je naar deze aflevering kijkt. Ik zie hier ook Dos de Demon staan. Phonix Talent winnaar. Ja. Jullie kennen elkaar of zijn elkaar ook aan het leren kennen? Ja, we zijn gewoon een beetje vrienden via Insta. En toevallig zag ik hem laatst wel op een feestje en zo. We gingen gewoon normaal groeten en zo. Oké. En er is niet heel veel... Oké. Nou ja, ik zie wel wat hartjes hier en daar. My love, dit, dat, hartje, dit, hartje... Hey, hoe is dat? Wacht, hey, wat is ik het? Weet het zelf niet eens meer. Oh, shit. Hij reageert wel, weet je wel, met mij, met dingetjes hier en daar. Hij is wel aardig. Oké, ik vind het sowieso, dat weet hij ook, ik vind het echt een hele toffe jongen. Ja, is hij ook. Maar eerlijk, sorry hoor, nu ga ik jullie zomaar koppelen of zo, maar is het niet iets... Ik weet het niet eigenlijk. Nou, nee. Niet dat er niet iets mis is of zo met hem of zo. Maar het is gewoon van, ik ben niet echt op zoek, maar ik zit wel op Tinder. Wacht even hoor, ik ga deze even openen. Wat is jouw planning? Dacht, de famous girl heeft er wel één. Famous girl, I'm not. Ha, ja, het is zo irritant als mensen me zo noemen. Awkward gewoon. Ja. Echt. Ja, ja. Haha, dus wanneer ga je mij ook famous maken? Dat heeft me zo geïrriteerd. Volgens mij zie je dat ook. Hier, doei. Dus een boy zegt hier, wanneer ga je mij ook famous maken? En jij zegt gewoon high five voor deze, ik zeg je eerlijk. Ik ga de laatste openen. En dat wordt WhatsApp. Ik zie hier 3 tinten bruin, groepsapp. Ja. Wie zit hierin? Ik ga ze even erbij pakken. Ja, jij zit hier natuurlijk in. Faisal zit erin en Myron zit erin. Vertel. Over deze groep. Dit is eigenlijk mijn groep waarmee ik eigenlijk de bruine YouTubers ben begonnen. Ja, en vertel, de bruine YouTubers, wat is het verhaal daarachter? Ja, we zijn eigenlijk gewoon een soort van groepje die probeert op te komen voor mensen die zich gediscrimineerd voelen in deze samenleving. Maar ook, we maken niet alleen maar discriminatievideo's zodat er mensen opkomen. Ja. Maar we maken ook gewoon video's bijvoorbeeld dat we aan het verstoppen zijn. In de IKEA. Oei, Kelly, wat een leven, wat een leven. Je hebt zoveel juice. Ja, een telefoon met heel veel verhalen. Ik weet heel veel dingen, zeg maar, wat er gebeurt. Vond je het een beetje spannend? Ik ga je telefoon teruggeven. Sommige dingen misschien wel, vooral Snapchat, denk ik. Ja. En Tinder, vooral. Ik heb het overleefd.
Ik waardeer sowieso voor jou dat je echt gewoon eerlijk bent. Dank over de dingen die je benoemt en ook zegt. Ik heb ook wel eens mensen hier die hier zitten en dan... Oh, Sima, alsjeblieft, bespaar me dit. Of weet je wel, wacht, ik wil aan me dit wissen. Nee, niet. Maar jij bent gewoon... Dit is gewoon wie ik ben. En precies, ik waardeer dat wel, it. Man. Dus dit dat is wel echt heel tof. En ik hou je sowieso in de gaten van. Ik zat je in de gaten. En thank you. En als je Kelly nog niet volgt, ga er sowieso checken op YouTube, op Instagram, op Snapchat. En ik zie jullie volgende week weer. We're out. Ciao.